We zijn bij Galerie de Beeldentuin in Bossenhoofd, waar tot en met eind september de expositie van kunstenaar Wim Bals en kunstenares Anke Beernie te zien is. Wilt u nou weten wat er nog meer te zien is in de streek? Blijf dan vooral kijken. U groeide op met een vader als kunstschilder en de woorden van de bekende kunstschilder Cécile Nepassin-Piep-Magritte inspireerden u. Ja, inderdaad. Surrealisme heeft mij altijd aangesproken en ik ben eigenlijk begonnen als levensschilder en dan eigenlijk een eigen weg, een eigen signatuur gezocht met mijn soort van werken, met dieren vooral. Cécile Nepassin-Piep is natuurlijk ook een beetje niets is wat het lijkt en dat zien we zeker ook terug in uw schilderijen. En heeft u daar een bepaalde reden voor waarom u daarvoor gekozen heeft? Wel, in mijn schilderij zit meestal een verhaal. Dus bijvoorbeeld in dit werk is de titel is King's Castle, dus het kasteel van de koning. Dus de meeste mensen denken van ja, kijk, dat gaat dan vooral over de koning der dieren, dus de leeuw. Maar in het Engels is deze vogel, dus een ijsvogel, een kingfisher. Dus eigenlijk is het kasteel van de ijsvogel. Dus en die, kwinkslag, zeg maar, die zet ik graag in zo'n werk. Dus dit kasteel is eigenlijk een kasteel in de omgeving waar ik opgroeide in Vlaanderen. Dus en zo eigenlijk bouw ik het werk op die manier. En uw voorkeur gaat uit naar het vooral schilderen van dieren? Ik vind elk dier heeft zo wat zijn eigen karakter. En ik vertaal dat zo'n beetje naar het menselijk karakter, zeg maar. Sommige mensen zijn wat norser, sommige zijn wat vrolijker. Dus vandaar eigenlijk. En klopt het als ik zeg dat uw schilderijen voornamelijk ook vrolijk getint zijn? Ja, absoluut. Ik probeer zo een positief verhaal te brengen, dus met heel veel humor. Soms is dat vrij snel merkbaar. Bij sommige werken moet je dan weer beter kijken naar de details en zo. Dus, en zit het hem ook wel in details, zeker met die kleinere werken. Maar ik hou van humor en ik vind het fijn om zoiets aan de muur te hebben. En ja, sombere kunst. Er is al zoveel somberheid in de wereld, dus vandaar eigenlijk. Is het vooral lang kijken om dingen te ontdekken? Eigenlijk is het zo. Dus de mensen ze zijn eerst zo wat overdonderd van de techniek en zo. En dan aan de voorstelling natuurlijk ook. Ik heb soms nog mensen die zeggen van ik was de lijst aan het afstoffen. En ik zag nog een detail dat ik in het begin eigenlijk nooit gezien had. Dus, en ze vertellen mij dan nadien mijn tentoonstelling of zo. Dus dat is eigenlijk wel fijn.